In deze kinderwagen wordt de jonge acteur of actrice rondgereden op de kasteelfeesten van zondag 16 juni. Dit jaar wordt het een feest in Victoriaanse stijl, inclusief kermis en een circus uit de tweede helft van de 19e eeuw. Er zijn dus heel wat figuranten nodig en ook een baby die de rol van de jonge graaf speelt die gedoopt wordt. Een kindje dat dit jaar geboren is, dat is eigenlijk wat we zoeken, een jongen of een meisje, want we moeten niet te fundamentalistisch zijn. En ook de mama is belangrijk, want die zal mee een rol moeten spelen van nanny of kindermeid, zodat ze de hele dag in de buurt van de baby kan blijven. De baby krijgt een entree met een mooie koetsenstoet en daarna wordt het kindje gedoopt in een tent. Vervoer is alvast voorzien, want Hilde Vervliet leent voor één dagje haar koets uit de 19e eeuw uit. In totaal heeft ze al 265 kinderwagens in haar collectie staan. Al is ze trots dat deze meespeelt. Dat vind ik enorm. Ik vind het echt fantastisch. Dat is eigenlijk ook zo mijn bedoeling mee. Oh, voor mij is elke kinderwagen heel emotioneel belangrijk. Echt waar. Dat zijn mijn, ja, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen, maar dat zijn eigenlijk ook mijn kinderen. Naast het doopsel staan er ook een heleboel andere activiteiten op het programma. Een echte Victoriaanse kermis met een paardencarousel, een zweefmolen, dansdemonstraties, muziek, een kinderboerderij, een varkenshoeder, van die fietsen met een groot voorwiel en een klein achterwiel. Echt alles erop en eraan. En een reizend circus van het einde van de 19e eeuw met de sterkste man en de vrouw met de baard. Wie zijn jongste spruit wil inschrijven voor de babyaudities, kan een mailtje sturen naar Kasteel Dursel.